De politie is ook op zoek naar twee mannen die vorige week op donderdagavond 30 november een gewapende overval hebben gepleegd op het Shell-tankstation aan de Ruimteweg in Utrecht. Dat was enorm schrikken voor de medewerker die op dat moment in die shop aan het werk was. Ja, dat was zeker schrikken. En het gebeurde rond 8:30 die avond. Twee mannen die komen dan de shop binnen en die bedreigen de medewerker met een wapen. Ze eisen dan de inhoud van de kassa. De medewerker die geeft dat hen dan ook. En dan vluchten de daders in de richting van Maarsen weer weg. Nou, mijn collega's die hebben in de omgeving gezocht, ook met honden bijvoorbeeld. En helaas hebben we de daders niet meer kunnen aantreffen. Nee, het gaat dus om twee overvallers. Wat weten jullie van ze? Ja, de verdachten die hadden allebei een bivakmuts op. Ze droegen een zwarte jas en een donkere trainingsbroek. De ene die droeg witte en de andere droeg zwarte schoenen. En een van hen die had handschoenen aan. Ja, het gebeurde dus bij een tankstation. Zijn er ook bewakingsbeelden? Ja, die beelden die zijn de rechercheurs nu nog aan het onderzoeken. Die kunnen we ook nog niet laten zien. Maar als het nodig is, zullen we ze binnenkort, zeker in een volgende uitzending, wel nog laten zien. Ja, hoe kunnen kijkers op dit moment helpen? Ja, we zoeken nu vooral getuigen, mensen die iets verdachts hebben gezien rond het tijdstip van de overval. Ja, misschien is het mensen opgevallen dat ze daar de daders een tijdje in de buurt hebben zien rondhangen in afwachting van het juiste moment om daar toe te slaan. Ja, of misschien hebben mensen daar de overvallers daar wel zien wegrennen. Dus er is misschien wel iets vastgelegd door een dashcam van een auto die daar voorbij reed. Dat soort informatie, ja, die ontvangen we natuurlijk heel graag. Ja, heb je dus tips waar de politie die overvallers mee kan opsporen? Twijfel dan niet, deel je informatie en het kan via een van de tiplijnen onder in beeld.